Ja, het is prachtig weer. Ik loop ondertussen gewoon mijn normale route naar mijn werk. Zoals u weet is dat Radio Bergijk. En Wiba daar toch eventjes achterop is komen meelopen, is chef van Buul. Ja! Hé hey chef, waarom kwam je nou zo snel achter me aan, hoor? Nou, ik was benieuwd of jullie het laatste nieuws al gehoord hebben. Dat er weer koeien zijn op de Cartierweide. Echt waar? Ja, er zijn weer 7 koeien op de Cartierweide. Nee. Een schitterend gezicht. Die weide heeft er zo lang verlaten bijgelegen met even zo goed prachtig grazig groen gras. Maar er was geen koe te bekennen die ervan profiteren kon om het even zoveel gras in even zoveel heerlijke liters romige melk om te zetten. Waaruit dan weer roomboter gewonnen kon worden. Oftewel kaas of yoghurtproducten. Maar nu zijn ze terug. 7 glanzende stamboekkoeien. In de Cartierweide. Ach, en zijn het... Had je het al gehoord? Nee, ik had het nog niet gehoord. Nou, bij deze dan. Ze zijn terug. 7 stuks. Ze staan te schwikkelen en te smullen van die prachtige groene grasstengels. En daarna leggen ze van die prachtige geurende vlaaien erin. Nou, koeienbolussen. Goed zo. Nou, chef, ik ben ondertussen bij mijn werk aangekomen. Ja, zorg je wel dat dit nieuwtje zich als een lopend vuurtje verspreidt. Nou, en dat alle liefhebbers van de Cartierweide nu weer in volle glorie kunnen bekijken. Met, jawel, koeien erin. Nou, ik zal kijken wat ik ga doen. Ik zal het in de redactievergadering voorleggen. Stel me niet teleur. Nee, dat zullen we niet doen, chef. Dag, chef. Dag, chef. Ik ga op een drafje weer terug naar de Cartierweide. Koeien kijken. Dag. Schinetter gek geworden. Hey, Toon. Ja? Chef van Buul is schinetter gek geworden. Oh. Laten we even snel de uitzending doen, want ik wou even naar de Cartierweide dalen. Schijnen ze weer koeien te hebben. Ik word gek. Goed, tijd, begin maar. Heerlijk dansen. Dansen. Lekker, lekker dansen. Dansen met de radio. Een nieuwe cursus. Lekker dansen met de radio. Welkom, dames en heren, bij de cursus Dansen met de radio. Les 2. Het eigenlijke dansen. Goedemiddag, dames en heren. Daar zijn we dan, met het eigenlijke dansen. Daar waar u en ik zo lang naar uitgekeken hebben, gaat nu eindelijk gebeuren. Pak uw radio stevig beet. Links en rechts stevig vastpakken van de radio. Ik moet hierbij opmerken dat u voldoende snoerruimte moet hebben. Dus mocht u een beetje korte snoeren hebben, ga even naar de winkel en haal nieuwe snoeren. Zodat u ruimte heeft om met uw radio daadwerkelijk te dansen. Neem plaats midden in de woning, terwijl u uw radio stevig vasthoudt. Sta rechtop. Knijp uw bilspieren aan. Hou uw buik in en druk de radio stevig tegen u aan. Ja, zo gaat het goed. Probeer contact te maken met uw radio. Praat even tegen uw radio en zeg het komt goed. Want ook voor uw radio zal dit nieuw zijn. Dansen met de radio. Een hele nieuwe cursus op dansgebied. Goed, u staat nu voor uw bank. En de tijd is om. Volgende week meer in Dansen met de Radio.
Attentie, attentie. Radio Bergijk verhuist naar een ander tijdstip. Radio Bergijk gaat naar etenstijd. Vanaf 9 september. Radio Bergijk, elke zaterdagavond om 6:30 op deze zender. Radio Bergijk. Goed, dames en heren, u weet het natuurlijk. Zorg komt eigenlijk altijd onverwacht. Dat is een bekend gegeven. De zorg bestaat natuurlijk. Maar wanneer die komt, dat is altijd afwachten geblazen. En nou, iemand die daar ervaring mee heeft, die zit bij ons aan tafel. Dat is mevrouw Blankers. Welkom, mevrouw Blankers. Ja. Bij u kwam de zorg ook nogal onverwacht, hè? Ja, ik had er in eerste instantie helemaal niet om gevraagd. Ik kan nog heel erg goed voor mezelf zorgen. Oh. Nou ja, u zou misschien kunnen beginnen. Dat is voor de luisteraars misschien wel aardig. Dat u een soort gokje zwaagt hoe oud u denkt dat ik ben. Ja, nou, luisteraars, u kunt dus thuis ook een gokje doen, als u dat wil. Ik kijk even naar Peer. Peer, zou jij een gokje willen wagen? Over de leeftijd van mevrouw Blankers? Wacht, ik was er even helemaal niet bij. Ik was bezig met het volgende onderwerp. Wat zeg je? Kun je iets duidelijker praten, want ik... Mevrouw. Mevrouw wil dus de koffie... Ja, dat is in het kopje, hè? Ja. En niet? Ja, oké. Gaat-ie. Ja. Zo, ja. Ja. Ja, oh. De bril van mevrouw Blankers staat nu recht overeind in de koffie. Nou ja. Wat vroeg je precies? Wat was de vraag? Mevrouw Blankers, we hebben het over zorg. En mevrouw Blankers heeft dus onverwacht zorg langs gehad. En die vraagt nu aan ons. Het kwam volkomen onverwacht. De zorg kwam onverwacht. Ja, toevallig, dat heb ik ook gehad. Ja, maar mevrouw Blankers vraagt nu even, want ze kan nog heel goed voor zichzelf zorgen. Hoe oud wij haar schatten? Ik schat zo. Pak een beet, 5,86. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Dat de zorg kwam? Ja, echt waar hoor. En dat werd gewoon maar aangeklopt. En de bel doet het niet. Ik heb een briefje bij de bel altijd hangen. 89? Dat ze moeten kloppen en... 74. Ik ben 73 jaar. Daar zakken we heel dichtbij. Ja, ik niet. Maar u heeft een briefje, heeft een briefje behangen bij de bel. Ja, en daar staat op dat ze met het kattenluikje moet klepperen. En liefst 3 of 4 keer, want als het 1 keer kleppert, dan is het de poes zelf. En dat is poes. Poes. Zelf, hè, die komt dan. Dan weet ik dat. Dat er iemand iets wil van me. Ach, maar toen die dag dat de zorg onverwacht kwam, werd er dus 3 keer geklepperd. Ja, ja. En dat was een jonge man, die poort zich aan van de zorg. Het was een homo, dat zag ik meteen. Ach, appelflikker. Ja, en ik vind dat helemaal geen punt. Nee? Want, nee, ik heb daar totaal geen moeite mee. Nou, ik zou hem meteen de deur wijzen. Ik moet geen flikker in de thuiszorg. Ach, helemaal niet bij mij. Dat is een volkomen... Dat is een enorm groot vooroordeel wat ik nu hier laat horen. Want homofielen, dat zijn schatten van mensen over het algemeen. Dat is echt waar. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Maar dat is om als het ware, om ons om de tuin te leiden. Dus ze doen zich mooi voor, maar ondertussen. Je moet toch niet aan denken dat die reetget was... En de mij dan vertellen dat dat zonder bijgedachte is, ja. Toedeloe. En soms staan ze dan op die boten en door de grachten heen... met van die bruine veters door hun billen. En dat vind ik mooi om te zien. Ja, verklaar mij maar voor gek, maar ik vind het leuk. Ze hebben plezier, dat zie je. En het is, plezier is zeker in een tijd waarin Nederland... En, ja, ook wel in Bergijk zelf merk ik het soms op straat... dat mensen elkaar minder gedag zeggen. Ik had laatst een briefje opgehangen toen de poes was weggelopen. Poes had ik erop geschreven, 3 keer. En een beschrijving hoe de poes eruit zag. Ja. En je krijgt hem, je hoort dan uiteindelijk niks meer. En dan kwam dus niet meer terug. Maar wacht eens even, mevrouw Blankers, sorry hoor, Tony, ik bemoei er even mee. Mevrouw Blankers, u heeft ingetekend, het onderwerp was... Zorg. De zorg en hoe onverwacht die komt.
En u begint wel een gesprek, maar over alles behalve de zorg. Hebben jullie het al gehad over... Beperken tot het onderwerp. Over poezen, over homofielen, over bruine veters. Maar zorg gewoon maar. Als mannen elkaar op de televisie dan gaan zoenen in een serie of zo, zag ik dat laatst ook. Dat is wel even een soort schrikje. Dat is dan net of je je hart of ergens iets onder je middenrif even zo'n sprongetje maakt. Ja. Dan denk ik wel, hé. Van walging. Daar denk ik, ja, natuurlijk, dat is ook de werkelijkheid. Dat moet ook kunnen. Maar als ze het er opzettelijk om doen, dan vind ik het niet leuk. De zorg. Nee. Ja, wacht even, Toon. Jij hebt mevrouw Blankens uitgenodigd. Ja. Een van de taken van het redactiewerk is uitzoeken of er gesprekspartners in de uitzending... want dit is godverdomme live, of die geschikt zijn om een gesprek te voeren... over het door ons van tevoren zorgvuldig geresearchde onderwerp. En die jongen is toen gaan dweilen en gaan soppen... en dit hele gang heeft hij gedaan, dat kunnen ze goed, hè? Ach, dat is weer de zorg. Nou, we zijn er. Ja. Dat zijn ze dan heel erg goed in. Dus de homo's. De gang werd gesopt en gedweild. Dinges, en hij bleef dan wel erg lang, was hij met de wc bezig... terwijl volgens mij was hij juist om door... een ringetje te halen en dan hoorde ik wat gestommel daar en wat hij daar dan deed. En... Maar goed, het was een hele lieve jongen en had het hele huis had hij in een in no time verder aan kant. Maar ja, ik heb dan denk ik, vond het wel aardig en nog een kopje koffie met hem gedronken. En heb er een auto, ik heb er een cognacje bij gezet. Dat vond ik wel gezellig. En hij had dan op dit moment geen vriend. Hij ging dan. Naar sauna's en... Toon, grijp eens in. Ja, maar... krullen van dat soort toiletten waar die zich dan niet aftrekken. Ja. Het is jouw gast. Ja. Ik heb het gevoel alsof er iemand een hele zware leren riem... op mijn voorhoofd heeft strak getrokken. Mevrouw Blankens, mogen we concluderen dat het fijn is... dat de zorg onverwacht komt, of niet? Ja, het is fijn. Oké. Okay. Ik was er heel blij mee. Ja. Goed, tot... Ik wist ook helemaal niet dat die jongen ziek was. Dat hoorde je dan pas later. Jongen was ziek. U hoort het. De zorg is ziek en komt onverwacht. En dan... Ook als u eruit ziet als 86, maar 73 bent... Met een veter is er. Toen kwam er een Surinaams meisje of een Antilliaans meisje. Mm-hmm. En ik zei gewoon, ik wil die Ben. Ben heette die. Die wou die doodzieke poepflikker terug. Die wou ook terug. En, in de wc, heel lang bezig. En die... Om nog een dingetje te halen. Hé, hey, Toon Sporenberg, dit is verder jouw uitzending, hè? Ik heb hier niks meer mee te maken. Kun je niet weg? Niet meer teruggekomen. En ik heb er nog gezegd tegen dat meisje, die heette dan... Wendela, geloof ik. Ja, zo'n Antilliaanse naam. Ja. Wendela of Wondela. Ja, zegt, als jij hem ziet, geef hem dan een kaartje van mij. Van mevrouw Blankers. En dank je wel. En dat ik had geweten waarom die zo lang op de wc bleef. Dat ik niet wist dat hij ziek was. Toon, wat dacht je ervan met je gast? Nou... Mevrouw Blankens, ontzettend bedankt. Graag gedaan, hoor. Het volgende onderwerp is bij Peer van Eersel. Ja, nou, ik zou zeggen even bijkomen. De luisteraars ook, denk ik. Hier gaan we op de volgende redactievergadering nog wel eens een hartig woordje over wisselen, Toon Sporenberg. Tatje, heb je zorgmuziek? Onverwachte zorgmuziek, graag. Helemaal niet verwacht. Zorgen. Helemaal niet verwacht. Zorgen. Helemaal geen rekening mee gehouden. Zorgen. Helemaal niet rekening mee gehouden. Zorgen. Helemaal niet bij stilgestaan. Ik dacht niet dat mij zou overkomen. Zorgen. Nee, ik dacht... Dat gebeurt toch niet? Ik had niet gedacht. Zorgen. Helemaal geen rekening mee gehouden. Zorgen. Helemaal niet opgerekend. Zorgen. Helemaal niet opgerekend.
Roeperts boekenhoekje. Het hoekje van Roepert over boeken. Hier is Roepert. Goedemiddag. Deze week heeft Roepert voor u gelezen de Odyssee van Homerus. Homerus heeft meer boeken geschreven, als er zijn bijvoorbeeld de Ilias, maar deze week alleen de Odyssee, dat is een rijk genoeg boek om samen te vatten. Wat is er aan de hand? Odysseus heeft gevochten, de Trojaanse oorlog. Een hele hoop toestanden en een hoop dode gevallen. Zeker 10 jaar gevochten en op een dag is de oorlog voorbij. En Odysseus wil wel eens een keertje naar huis. Dat heeft me een hoop voet in de aarde. Je gelooft je ogen niet. De Odyssee is helemaal op rijm geschreven. Dat is nog knapper dan als het gewoon geschreven was. Odysseus neemt zijn man op een schip mee en wil naar het eiland waar hij eigenlijk vandaan komt, Ithaca. Dat was Roeperts boekenhoekje. Het hoekje van Roepert. Over boeken. De Radio Bergijk. Radioreportage. Op de radio. Goedendag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel. Ik ben hier op het terrein. Ik ben net door de poort gelopen van dit enorme bedrijf waar zoveel mensen werk vinden. Dat is de BTFI, NV, de Bergijkse Tekenfilm Industrie, BV, achteraan industriegebied Ekkersrijd. Ik ben zeer vereerd dat ik vandaag voor een Radio Bergijk radioreportage mag komen kijken hoe een tekenfilm nou eigenlijk van de stemmen, die toch een groot gedeelte van de karakters, van de figuurtjes uitmaken, hoe die stemmen tot stand komen. Nou, ik ga hier door een aantal zware sluisdeuren. Wordt gefouilleerd. Een hele grote neger. En dan moet ik nog een sluis door. Ja, want er mag natuurlijk niets over naar buiten komen, want dat is natuurlijk het geheim van de Bergijkse tekenfilmindustrie. Van hoe komen ze toch aan die levende karakters? Dat is natuurlijk het exportmiddel van Bergijk. Van, het is niet alleen je tekenen. Misschien een andere keer een reportage over, maar het zijn natuurlijk vooral de stemmen die de karakters maken. Je kan bijvoorbeeld Donald Duck, als je Donald Duck zou laten praten met... Hey, ik ben Donald Duck, hey, hallo, moet je... Dan zou Donald Duck nooit zo groot geworden zijn als Donald Duck. Nu, maar voor... Wacht even, ik sta hier nu voor een studio waar een rood lampje brandt. Dat wil zeggen dat er opnames zijn. Maar ik heb toestemming om de deur een klein stukje open te zetten. Oh nee, wat ligt daar nou? Hè, wat zie jij dan? Nou, er ligt iets heel smerigs. Wat is dat nou? Kom op, we gaan erop af. Schoudertjes van dit soort gedoe. Oh, Leo, kom maar. Oh, het is zo fijn bij jou, Marie. Een dikke kus. Jij ook niet van mij. Komt alles toch nog goed? Kom, dan gaan we bot springen. Joepie! Goeiedag, dames. Dag. Hallo. Hi. Dit is Peer van Eersel voor Radio Bergijk. En ik heb toestemming van de directie van de BTFI om voor één keer een kijkje in de keuken te mogen nemen bij het opnemen van de karakterstemmetjes bij de succesvolle tekenfilmserie Willy en Wolly. En ik zou zeggen, ik heb...
u net aan het werk gehoord. Nou, echt, de koude zweet loopt tussen mijn schouderbladen van ontzag. Want het is werkelijk geweldig wat u met uw stem weet te doen. Mag ik aan u vragen? U wil anoniem blijven, want anders... U heeft er al veel last van dat mensen u wel eens aanspreken op uw werk als tekenfilmstemgeefster. Maar hoe bent u ertoe gekomen om een tekenfilmstem te gaan doen? Nou, wat mij betreft kon het gewoon eigenlijk niet anders lopen. Ik heb al andere dingen geprobeerd. Chirurg willen worden. Maar ja, dit is het geworden. En Molly, hoe zit het bij jou? Ja, van hetzelfde laken een pak. Ik heb natuurlijk ook heel veel geprobeerd te doen. Maar ik kom niet aan de bak, joh. Ja. Wel, u heeft rechten gestudeerd. Ja. Maar in de rechtszaal kwam het niet overtuigend over. Op de een of andere manier namen ze me niet serieus. Want u heeft het wel geprobeerd, verdachten, met een pleidooi te verdedigen. Ja. En de rechter schoot altijd... Ik binnenkwam en ik zei nog niks, was er niks aan de hand. In mijn zwart-wit toga en alles. En dan ging ik praten en dan lag iedereen dubbel. Ja, maar dan zei ze van, hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Hij kan er op dat moment helemaal niet geweest zijn. Hele lachbare. Nou, dan denken de mensen dat we niet serieus. Nee, dat is zo hard. Ja, dat is echt heel hard, want u vertelde laatst dat u was... naar de politie geweest. U was verkracht hier in Bergijk, op het hof. En toen ging u naar de politie om aangifte te doen. Nou, hoe ging dat? Nou, ik was dus verkracht. En dat komt niet elke dag voor. Dus ik ga naar de politie en ik zeg... wat er nou gebeurd is. Gisteravond, klap op straat, springt een man bovenop me. En die heeft me verkracht. Nou, dan moeten we hier eens een proces verbaal opmaken. Wil ze niet. Verdomme, verdikken me, verdomme. Nou, dat is dus een lastige bijkomstigheid van het feit dat u uw stem geeft aan een tekenfilmfiguur. Nou, daar word je dus kei depressief van. En u bent op een gegeven moment zelfs heel depressief geworden. Heel erg depressief, ja. Je hebt toch geprobeerd je van het leven te behoven? Ja, ben voor de trein gesprongen. Maar ja, dat is een stoptrein. Heeft zij weer. Nou goed, ik krijg een tekentje van uw technicus en van de regisseur. Die wappert met het script dat u door moet met het mooie werk. En wij trekken de deur achter ons dicht. Ik zou zeggen, dames, heel veel sterkte. En dank u wel nog eens voor de prachtige tekenfilm stemmenwerk wat u doet. Ja. Namens Radio Bergijk, heel erg hartelijk dank. Dag. Oké, dank u wel. Tot ziens. Dag, tot ziens. Dag, dag, dag. Over uitgaan. Volgende week in de feestfabriek van Bergijk hebben wij weer een leuke countryavond. Country en western is altijd leuk als je ervan houdt. Yeeha! Bijvoorbeeld als je er niet van houdt, kun je ook luisteren naar iets anders, bijvoorbeeld hardrock. Maar dat is niet volgende week, want volgende week hebben we de countryavond. Country en western, altijd leuk voor als je ervan houdt. Wilt u eruit in Bergijk? Blijf in Bergijk. Attentie. Attentie, attentie. Belangrijk. Important. Pen en papier. Noteren. Radio Bergijk verhuist naar een ander tijdstip. Gaat naar etenstijd. Vanaf 9 september. Radio Bergijk. Elke zaterdagavond om 6:30. Op deze zender. Radio, radio, radio Bergijk. Je gelooft je oren niet. Je weet niet wat je hoort. Je weet toch niet wat je hoort? Je gelooft je oren niet. Wat is dat wat ik hoor? Wat is dat wat ik hoor? Je gelooft je oren niet. Je gelooft je oren niet. Het is toch niet te geloven wat je allemaal hoort? Niet te geloven. Je gelooft je oren niet. Niet te geloven wat je allemaal hoort. Ted's keuze uit Ted's eigen muziekdoos.